Tot dan. Het is vandaag 11 november. En ik ga een duikinspectie doen in het achterschip van de IJsselkogge. Waar we de restanten van de kombuis met daarin een oven hebben gevonden. Hier voor mij ligt een parallel aan de centraal in de kogge over de lengte ligging lopende balk. Dus deze balk loopt over de lengte richting naast de schaarbalk aan stuurboord. Je zit op dezelfde hoogte, dus praktisch dekniveau. En naast deze balk, of in deze balk, bevindt zich hier een sponning. En op die sponning liggen verschillende, planken. Die vormen zeg maar een achterdekje. En op dat achterdekje, daar is weer een platformpje aangebracht, bestaande uit dit soort, ja, leggers. Met daarop planken die in de langscheepse richting liggen. Dus er zit enige ruimte tussen het achterdekje en dit tweede niveautje. Op dat tweede niveautje liggen, heel netjes aan elkaar neergelegd, deze geglazuurde tegeltjes. En die geglazuurde tegeltjes zijn als het ware de vloer van een locatie waar wij een koepeloven hebben gevonden. Die koepeloven is natuurlijk niet helemaal intact. We vinden er alleen maar het onderste gedeelte van. Van die koepel. En die bestaat uit dit soort bakstenen. Deze ligt al los. En de volgende hierachter. Liggen nog netjes opgestapeld. En je ziet daar de aanzet in naar de boog. En als we deze verder gaan bekijken, wacht dat het zicht er goed is, dan kun je heel geleidelijk aan door het stof een soort van boogvorm herkennen. Die is opgebouwd uit deze genoemde stenen. We kijken dus nu aan de binnenzijde tegen de koepel van de oven aan. En de vloer van deze oven bestaat uit dit soort tegels. Duidelijk sporen.
vlokken van hitte te zien zijn, zoals kleine scheurtjes, wat blakersporen. Het is niet ondenkbaar dat hier in de 15e eeuw aan boord het brood werd gewakken. Nog één keer kijken naar de koepel. Van bovenaf liggen de stenen heel netjes naast elkaar opgestapeld. En op de achtergrond is er een van de dwarsstructuren van de koggen te zien. En als je die gaat vervolgen naar stuurboord, dan kom je vrij snel terecht bij de boordrand van dit schip. Wat beter gezegd, wrak. Dat is zeg maar hier. Kortom, die keuken, oven, die heeft zich zeg maar aan stuurboord in het achterschip bevonden en vrij dicht tegen de zijde van het schip op dekniveau. Einde inspectie.